Er zit geen stroom op. Er zit geen stroom op? Stel je voor. Auw. Nee, serieus? Nee. Oh, god. Dames en heren, we zijn hier bij Studio DOS. Want we gaan vandaag het eerste buiten... De eerste buitenlamp, lantaarn, ophangen. Ophangen. Oh, ik ben lieftallige assistent. Er komt een gaatje, er komt uit het, er komt door het gaatje. Ja. Een lieftallige assistent van Bert die hier de technische dienst doet. Assistente van dokter van de ploeg. Ja, dokter van de ploeg. Allereerst dokter van de ploeg. En wat hebben we nou gekocht? Dat gaan we zo even laten zien als we dat verder zijn. Heb je verkeerd opgehangen? Andersom. Ja, kst, kst. Andersom. Hij moet ook andersom. Oh, oké. Okay. Ja. Het is goed dat we het nu weten, dat we dat niet achteraf moeten doen. Inmiddels is het kontje nu al uitgerekt, dus hij kan er nu wel gewoon tegenaan, doorheen makkelijk. Ja. Dus... Altijd in het begin is dat een beetje zo. Maar hebben we het over een kontje? Of... Nee, over dat als sommige dingen door een gaatje heen moeten. Ah. Dat het soms in eerste instantie een beetje krap is. Gaatjes zijn krap en dan is het gaatje dan... Staat, maar nu er inmiddels drie van die dingen doorheen zijn gedaan. Ja, dan doet hij het wel. Nou, dan doet hij het beter, dan gaat het er beter kijk, doorheen. Kan ja. Ja. Nee, het is allemaal heel duidelijk, die schat. Wat zeg je nou? Een zondagse steek. Een beetje van de... Van mijn moeder. Van je moeder? Ja, van mijn moeder. Oh, ja, hij glijdt het is vandaag beetje. Wel zondag. Ja. Au. Laten we niet hopen dan. Ik dacht niet dat het hangen. Het is een fijn arbeiden. Maar we leven een dag niet. Op de dag des heren. Dat is de Shabbat. De dag des heren. Op die dag zult gij niet arbeiden. Ja, het komt langzamerhand hangt het al. Je houdt nu recht, schatje? Ja. Je hebt een waterpas op je telefoon dus. Ik heb daar een waterpas zelfs. Ja, gewoon een... Af en toe wat krijgend hele is altijd zo enthousiast daar voor de deur. Een voormalig schoonzusje van mij die... Ja, even... Ja, en, het is een sein wat je nu geeft. Nu schat, wat doe je nu? De lamp aan. Oh, de lamp aan. Nou, dit is de lamp. Doe maar even aan nog voor de kijkers thuis. Hij mag wel aan. Zo. Oh, ja. We wachten op het licht van aan. En u ziet... ja, een heel mooi licht, een heel mooi schijnsel. Een echte straatlantaarn, hè? Ja, leuk. Van Vier van Rossen. Dank u wel. Dank u wel. Lukjes. Dit is Plaza Major, 's avonds. Mensen gaan slapen. Ik ga even het licht aan doen, dames en heren. Kijk eens even. De nieuwe lamp. Mijn vinger van Plossen, de nieuwe lantaarn. Hier bij de Plaza Major. Verlicht. Die is nu in werking. Zo ziet het eruit. Fantastisch plekje. Het resultaat van Bert's werk.